Kijk, zo'n olifant. Elephant. Dit is Dumbo. Met zelf een Dumbo. Dit is net zo'n kip. Ja. En een spies. Goedemiddag, avond, ochtend, nacht, wellicht. En ga niet door. YouTube. Wat nou weer? What up? Pure. Dag 22, hè? Nee, 21, sorry. Pure tube. What up? Het is dag nummer 21 van de december special in de vorm van een verkapte adventkalender, wat eigenlijk stiekem meer lijkt op een soort van bierfestival bij je thuis. Nou ja, maakt ook allemaal niet heel veel uit. Het is bier nummer 5 van het bierlokaal uit Breda. En we gaan kijken wat dit mystery beer voor ons in petto heeft. Kundig ingepakt. Nou, het blijft niet heel kundig staan. Dus dat is het enige puntje van kritiek. Maar het is ook niet gemaakt om te staan, hè? Het is gemaakt om te drinken. Dat is, daar heb je de spijker op zijn kop geslagen. Zo had ik er helemaal nog niet over nagedacht. Wat denk ik altijd bij bieren met zo'n, die op, bij zo'n, ik doe het zelf ook, bij makkelijke inpakshots. Als zo'n bier zo is of een cadeauverpakking is opgerold, denk ik altijd aan een toffee. Ja. Ik wacht even. Zo'n Freshman Track. Ik eet nooit. Ik eet bijna nooit toffee. Heel soms zo'n eclair, die vind ik gruwelijk lekker. Dan weet ik heel die zak in een paar seconden op. Maar ik ben er wel snel mee. Nou, je weet heel veel dingen heel snel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo! Leuk zien. Yummy, joh! Ja, joh! Ja, lichtjes. Ik vind dat je wel altijd heel paniekerig doet als je maar denkt dat je beter gaat schuimen. Ja, jij wil niet weten wat ik meegemaakt heb in het leven. Nee. Dan kun je een hele video aan wijden. Mm. De volgende. Dat was. Ja, ik weet het al. Die ik. Koffie mensen, zou ik kunnen zeggen. Opnieuw. Zit jij er bij adem in? Nee. Ik kan het waarnemen. Ik kan het waarnemen, maar... Maar... Jij haalt er niks uit. Ook geen koffie. Maar koffie, punt. Koffie, dat is eigenlijk het enige. Misschien een heel lichte toon van chocolade, maar... Wat deed je nou? Zagen we dat nou echt? Ik wou een slok nemen en toen raakte ik de schuiker aan dat ik... Oh nee, dat moet ik helemaal niet doen, ik heb niet geproost. Proost. Proost. Bierlokaal. Proost. Hmm. Beduidend meer complex in de smaak. Maar wel mild. In de geur veel koffie, in de slok wat minder koffie. Tikkeltje zoet wat er voor mij bij komt kijken. En ik heb toch een idee dat hij op een of andere manier barrel-aged is. Echt? Ja, een beetje in de afdronk. Maar dat kan ook de koffie zijn. Ja, ik ben nog niet zo heel bekend in de barrel-aged bieren. Ik heb in dit bier... Geen barrel aged, maar het kan zijn dat het een barrel is. Of een hele milde variant van een barrel. Misschien een reused barrel. Ja, maar wat is een barrel inderdaad? Ik bedoel, het ding is, dat hele barrel aging is zo tot de max gehyped. Dat zelfs, ja. Ik bedoel, letterlijk, waarschijnlijk de buurman, als die brouwt,
heeft hij waarschijnlijk ook een keer een barrel gekocht en daar bier in geflikkerd. Geen idee wat de waarde is van die barrel. En hoe nat of intens die barrel zijn invloeden afgeeft. Maar voor mij is dit geen barrel aged bier. Nee, is het niet. Dus het zou mooi zijn als het dat wel is, want dan zit jij er gewoon gesponnen. Ik heb het idee. Wat denk je van de alcohol? 8,5. Denk je rond de 10%. Body is aardig. Redelijk koffie, maar niet dat hele bittere van een koffie. Ja, ik vind hem best dark roasted, toch? Nou, als ik een dark roasted bestel en ik krijg dit, dan zeg ik van haal die zoetjes er eens uit. En rap. Oké. Maar wat denk ik, waar komt u vandaan? Gewoon lekker Nederlands. Mag ik kijken? Ja, houd je handen bij je kruis, laten we daar niet naar gaan kijken, maar verder mag je best wel kijken. Heb je nou het idee dat je ook een cadeautje aan het uitpakken bent? Ja. Ja, echt. Ik weet dat ik mijn kerstmanier op een cadeautje kan krijgen. Al ben ik er toch. Ja. Hebben we ook plekjes voor, hè, in de wereld. Zo. Oh. Dat is iets wat we niet verwacht hadden. Oh, dat is een John Deere trekker. Nee. Een New England IPA stout. Oh nee, toch niet. Een Imperial Flat White. White coffee porter. Deep and rich with cacao nibs, vanilla pots en fresh cold brew cogito coffee. Dan zitten we in ieder geval dikker. Oh. Ja, dat is toch wel een allemaal 7,50 mensen. Gun me 7,50 mensen. Mij ook, sorry. De Garden.hoer, HR. Hungary. Hungaria. Oh, ik weet niet. Dat is de Garden Brewery. Ja, Matje wilde zo graag niet de Garden IPA, of wat was het toen? Het is een collab. Met? Coca-Cola. Hoe kom je dan bij dat een collab is als je nou door het hele bier licht gaat rond? Collab Brew. Oh, wauw. Maar wat stond ik? Oh ja, met die koffiebarista waarschijnlijk. Dat vermoed ik, denk ik, hè? Ik weet het niet. 8,4%, sorry. Hoeveel had jij gezegd? 8. Op 23,3. Ja, het lijkt me sterk. Als dit 23,3 is, dan begin ik aan mijn sok te knabbelen. Nou, volgens mij staat hier gewoon 23,3. Ik geloof niet dat er geen 23,3 staat, maar ik geloof niet dat het een percentage is. Je moet het blik wel even terug gaan brengen. Staat er het op? Ja. Roadtrip! Refund at collection. Er zit in, even kijken, water, echt, hop, niet. Ga je nou zeggen dat er mout in zit? Gist. Nee. Zo. Haver. Pardon? Haver. Oh, haver. Tarwe. Tarwe. Mout. Ik wil zeggen, dat zou toch bijna schrikken dat er geen mout in zit. Oh, ik dacht echt serieus dat die vodka stond. Bij Polski, wodka, woda. Ja, in Polen is water, is woda. Woda. Ik bedoel, alles wat water is, wordt vervangen door wodka, gewoon punt, klaar. Zelfde. Thee, gewoon, je zakje thee in de wodka, klaar. Welke hop? Ja, je moeder. Ik hop kan ik heel moeilijk definiëren. Het ei van? Columbus. Dat is wel zo'n type, maar ik ben echt nooit bezig met hop in een stout / porter. In een IPA denk ik af en toe nog van, ja, bijvoorbeeld voor mij was een red flag altijd, was die, Citra, dat kocht ik gewoon niet. En tegenwoordig ben ik het wel weer gaan kopen, wat ook gewoon prima kan zijn. Maar dat was voor mij altijd zo'n red flag, en ik dacht, dat moet ik echt niet kopen. Maar in een stout is het echt complimenteus en ben ik echt niet bezig met de hopsoort die gebruikt is. Dus gaat het mij echt meer om de overige... supplementen. Wat
zeg ik nou toch. Adjunct toevoegingen. Die het bier voor mij maken. Maar de Garden in een halve liter. Ik bedoel, ik heb voor mij nooit een bier van de Garden op. Maar zeker niet een halve liter. Want ik bedoel, die Sour en die Hazy IPA. Die in de moersleuteldoos zitten. Oh nee, dat hoeft trouwens niet bij jullie. Want alle friendly collabs die zijn identiek per doos. Maar die... Hoezo zit er wisseling in de dozen dan? Nou, alle moersleutelbieren zijn volgens mij identiek. Ja. Yeah. Maar de befriended, de bevriende brouwerijen, die zijn dus ja, uniek. Net als ze hebben staan waarschijnlijk. Daar zitten 18 moersleutels in. Tussen de 25 in ieder geval inderdaad. Tussen de 25 nog wel. 15 en 20. Vind het toch ook niet identiek. 16,5. 17. Kan de collab zijn, 16,5. Dus de halve moersleutel, half andere. Ja, heeft de moersleutel hopelijk iets van grip op de voorraad. Dat zei je bij... wat zei ik nou? Hongarije? Het komt uit Kroatië. .hr komt uit Kroatië. Ja, staat er. Ik geloof niet. Met Kroatio. Ik dacht dat het .cr was. Of .ch, weet ik het niet. Met bier. Vinden we... Wat was dat? That's what she said. Ik vind het een lekker bier. Ik mis van bepaalde invloeden, daar heb ik het idee. Ja, ik mis iets in dit bier. Ja, daar komt dat ik heel de avond al iets mis. Ja, nee. Keiharde pastry stout. En ja. Als ja. Geen pastry stout is, dan mis je iets aan. Ja, ja ik weet niet. Ik had hier vanavond gewoon echt al zin in de pastry stout. Ja, kom je toch bedroog uit. Dit is ook goed. Wat bedenk je wel, dit is pas nummer 5. We zijn nog bij geen van de aanbieders bij de nummer 6 geweest. Moet je nagaan wat dat nog in petto zou kunnen hebben als we er al geraken. Ja. Want we zijn natuurlijk op het randje. Ik bedoel, kerst is in zicht. We ruiken die kerstaroma's al. Ja. We horen die bellen al rinkelen. De kalkoen is al geslacht. Ja, ik heb volgens mij net president Trump een pardon horen verlenen. Dus mijn kalkoen die blijft lekker lopen. Maar ik snap wat je bedoelt. De haas ligt inderdaad in de oven. Flappie is niet meer, sorry. Ja, hij heet er een flappie, hij heet een sneeuwwitje. Wat is het trouwens? Mijn konijn heet echt sneeuwwitje, maar ik weet niet hoe die aan zijn eind gekomen is. Ik weet het echt niet. Is het nou een grote mysterie? Balalala. Oh nee toch. Hij gaat ook gewoon door. Nee, ik vind het een aardig bier. Voor Porter vind ik het een leuk bier. Ik zou hem zeker een keer bestellen als ik in de horeca ben en ik zie hem staan. Maar ik hoef hem niet nog een keer in huis te hebben. En het is hier echt ontiegelijk. Ik kan wel janken. Maar wat is dat? Flat white. Ja, dat denkt, weet ik dus ook echt. Waarschijnlijk is jouw boxer nu white of zo. Jij, jouw ja, flat white. Ja, hij is plat wit. Misschien vernieuw je dat die een wit maakt. Zo, koekoek. Kijk, ja, ik ben ook de kast voor die uitgeleverd. Voor dit bier ga ik het daar dan ook gewoon maar laten. Ik zou zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk, tot morgen. Proost. Proost. Nou is wel je wit stilbaar. Wat? Ja, het is toch zo.